Een Nederlandse cameraman nam de bloemen mee van de rampplek nadat hij er opname had gemaakt voor een nieuwsprogramma. Bas Meeuwis fotografeerde de afgelopen weken deze zonnebloemen en hun vergankelijkheid. Daar ga ik dus een boeket van maken. Ik ga selectie maken van foto's die ik wil gaan gebruiken en welke niet natuurlijk. Ik wil sowieso eigenlijk de hele cirkel van het leven laten zien. Dus van hele jonge bloemen nog heel vers tot bijna helemaal vergaan. Het eindresultaat kan mogelijk een beetje troost bieden. Nou, het verhaal van het boeket is natuurlijk om weer te geven wat daar gebeurd is in de Oekraïne. De vliegtuigen zijn uit de lucht geschoten. Mensen kunnen daar niet heen, het is de oorlog. En ja, we willen graag iets tastbaars brengen voor de mensen. Zodat er toch iets van de Oekraïne bij die mensen thuis is. Een ander belangrijk onderdeel van het boeket is de vaas. Deze bestrooide Meeuwis met aarde die rond de wrakstukken ligt in de Oekraïne. Een kwetsbaar onderdeel. Nou, dus uiteindelijk dit geworden. Het is een heel mooi tijdloos vaasje. De bloemen worden er vanaf vandaag stuk voor stuk ingezet.